Hallo. Hallo, welkom dat je kijkt naar deze video. De reden dat ik het hier opneem is omdat het dan een verrassing is. Er komt zometeen door die deur daar iemand met een bivakmuts en een Perzische jas aan, met een Perzische trui en een soort shirt en een bivakmuts. Die heb straks een speciale opdracht, want ik heb in samenwerking met iemand een verrassing voor je geregeld, mama. Dus hij komt er zo meteen aan. Ik loop straks weg. Dan komt hij dan, als ik weg ben, komt hij dan straks door die deur heen. Tjus. Zo, daar ben ik. Goeiedag. Ik ben Piet. Nu nog geen vrije tijd. Want nu nog geen vrije tijd. Maar zometeen, tijdens deze filmpje, terwijl dit als filmpje online is, ben ik in dienst. Sta ik naast je. Niet schrikken. Heb ik andere t-shirt aan. Zelfs de broek aan. Ben ik ingepakt. Ben ik aan het werken. Heb ik alles aan. Voor jou. Ik heb samenwerking met Edwin Ros. Die kent je waarschijnlijk wel. Ik heb een opdracht voor zijn moeder. De opdracht voor Edwin Ros' moeder is: ik ben hem uitgenodigd om bij in zijn huis deze video op te nemen. En in het vakantiehuisje. Terwijl als dit filmpje nu online is, dan is Edwin zijn moeder in het vakantiehuisje. En ze de opdracht. Dit geeft dit filmpje mooi de opdracht om eventueel een beetje de lastingen op stof voor te bereiden. Dus de opdracht voor zijn moeder. Dus nu wat er nu komt is voor Edwin zijn moeder. Dus wat ik gehoord heb, heet ze Rialkensteeg. Dus Rialkensteeg, let goed op. Ik heb een opdracht voor je. Opdracht luidt: zoek deze sleutelbos. Als je een gebied poort, zoals dat klopt, want dat zijn de laatste dingen die je nodig hebt. Je wilt dan op een gegeven moment als je naar de B-sleutelbos zoekt, dan kan je dan. Ga even dan die piepen als je bij. Laat maar laat ze dan. Ik laat ze dan via de app af en toe even afgaan. Om af te wat makkelijker te maken. Dus Rialke zegt: zoek naar deze sleutelbos. En dan krijg je van mij. Als je deze sleutelbos hebt, mag je die aan mij overhandigen. Nou, dan krijg je van mij de tweede opdracht. Pak ik via de mobiel even. Dus deze sleutelbos zoeken, herkenning aan, deze pieper en deze sleutelhanger met uit vertrouwbare bronnen dat dit timber is. Als je dat hebt, geef het maar aan mij. Komt hij dan aan de desbetreffende persoon Edwin. Je zou me zo herkennen, bivakmuts, sowieso aan. Bivakmuts, helmpje op, deze vest aan. En ik heb zometeen een zwart shirt aan. Dus succes, zoek naar deze sleutel. Succes, cheers.